Deze nieuwsuitzending is naar aanleiding van het feit dat ik ben gestuit op een video van Walter en Sonica Feit. Nou, Walter Feit kan ik erbij sleuren. Nou, hij is die man van Amazing Discoveries. Ik pak hem er toch gewoon even bij. Waarom niet? Luister maar even. Het zal in het Duits zijn. We hebben niets te fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Das Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. De muur opnieuw opbouwen. Sturm aus dem Norden. Ja, heute Nachmittag haben wir ein schwieriges Thema. Even vertalen, hè? Heute Nachmittag, dat betekent vanmiddag, hebben wij een schwieriges Thema. Dat betekent een zwaar thema. Oftewel moeilijk. Walter Feit, dat is iemand, daar kan je echt naar luisteren. Daar heb ik al heel veel naar geluisterd. Dus, maar jullie nog niet, denk ik. Dus bij deze. Hè. Professor Dr. Walter, zonder H, Walter Feit, met TH. König des Nordens, Teil 1. Sturm aus dem Norden. Ah, het is er maar eentje die ik zomaar weet te vinden. Daar gaat het me verder niet om. Het sterft ervan. Hij werkt samen met een organisatie en die heet Amazing Discoveries. Ongelooflijk goede geschiedenisles. Geen woord te veel. Ik heb ook nog even over Trump. Hier heb ik er eentje staan. Der Trumpf in Ermel. Ik weet niet precies wat dat betekent. En dan hier heb je er eentje. Genocide. De Weltkrieg NWO. Het is echt iets voor jullie om te gaan beluisteren. Dat is belangrijker dan dat je naar mij luistert, denk ik. Ik heb toch al mijn kennis van dit soort mensen. Waar ik op gestuurd ben, is dit interview. Want het is deze man die je nu in beeld hebt, dat is de interviewer. En wie zit hem daar in de studio? Dat is Walter Feit en zijn vrouw. Walter en Sonica Feit, en they come from South Africa. So, I welcome you, Sonica. Thank you. Walter, welcome. Thank you. Nou, punt 1. Heeft Walter Feit een mooie vrouw? Ga maar even nadenken. Nou, ik vind van wel. And we'll be talking with them about their lives and how God met them in their road. Ja, niet gelijk zenuwachtig raken bij het woord God. Dus niets om voor het woord God hoef je niet bang te zijn. God zelf wel natuurlijk. Their busy life with their family and how he chose them and he's been working with them and how they're following him. So stay tuned as we hear some of the experiences that they have to share with us. So now I understand both of you, when I talked to you in South Africa, you were not talking English to one another. You were talking Afrikaans, right? That's right.
Now that's a language that for me it's hard to understand, but mooi is dat, hè? Afrikaans. Kennen jullie dat? Ik heb eergisteren een vrouw ontmoet op het terras hier in Arnhem. En ik hoorde dat ze niet Arnhems sprak. Dus niet Arnhems, maar ook niet Westers. Ze had een accent. Ik vroeg dus, kom jij uit Zeeland? Nee, dat was niet zo. Ze zei, de Achterhoek dan? Nee, dat was niet zo. En toen heb ik nog een laatste poging gedaan. En toen begon ze te lachen. En zei ze, nee, ik kom uit Zuid-Afrika. Ik zei, oh. Afrikaans is een heel schoon tol. There's some other languages that are spoken in South Africa. There's one that goes with the right? What's the name of that language? It's called Xhosa. Okay, well, that's hard for me to understand. But there are many languages, not just the one. There are 22, I think. We have many languages, 11 official languages in South Africa. Wow, so a very rich culture, and I'm sure a lot of our viewers can identify with that, with the different languages that everything is going. Because, of course, God is a lover of all colors and all languages and all our diversity. Het is wel mooi dat hij er even bij stilstaat. Dat God houdt van alle kleuren, alle talen, alle diversiteit. Dat hoeft ons niet door de strot geduwd te worden. God houdt van diversiteit. But I also have heard Walter speaking German. And so I understand that you come from Germany. No, I was born in South Africa. Okay. Yes, I still have a label which says made in South Africa. Okay. My father immigrated to South Africa. Okay. And he was trying to keep them afloat in the heavy inflation period in Germany. Okay. And he met my mother in South Africa. Oh. And they'd also just moved out from Germany, so that's how I learned German at home. Okay, so you were raised within a German home, but really in South Africa. In South Africa, yes. Okay. Now, I understand that you were telling that your father and your mother, although having that same German culture, they actually had a different religious background. Yes, my father was Roman Catholic. Okay. And in fact, before he came to South Africa, he was strongly considering going into the priesthood. Okay. And so he was a very staunch Roman Catholic. Oh, wow. Is het nou goed om te begrijpen? De kant waar Walter Feit aan staat, of aan wil staan, dat is de waarheid van de koning Jacobus Bijbel, de King James van 1611. En hij zal wel bij een bepaalde stroming zitten, misschien wel de zevende dag Adventist. En zijn vader was Rooms-Katholiek. En zijn vader wilde eens priester worden. Nou, kijk hoe het met zijn moeder zit. And what has your mother shared a different faith experience? Is that right? She was a Protestant. She was a Lutheran. Okay. And when they married, they decided that they would not make religion an issue. Okay. And he was actually the first one that took part in a double marriage. Oh, wow. Ze zijn twee keer trouwen. Het is een leuk verhaal wat hij gaat vertellen. Ik ga niet alles nu afspelen. Ik duik even een paar minuten verderop. Waar dit verhaal over gaat is dat zijn ouders in twee kerken getrouwd zijn. Als ik het goed vertel, eerst bij de Rooms-Katholieken en daarna bij de protestanten, de Lutherianen, de Lutheriaanse kerk. Die naam van die kerk is ontleend aan de naam Luther, van Maarten Luther. Degene die het doorslaggevende... Hij was de druppel die de emmer deed overlopen. Je kan niet, denk ik, naar waarheid zeggen dat Maarten Luther de reformatie heeft veroorzaakt. Want er waren meer namen bij betrokken. Wel heel erg handig dat Maarten Luther kwam in een tijd dat de boekdrukpers was uitgevonden. En dan met name movable type. Daarvoor had je kunsten zoals blokdrukkunst.
die stempels die slijten en ze zijn grof. Bij de movable type heb je die kleine ijzeren loden lettertjes. Die schuif je erin, daarom is het movable. Dus je kan het een beetje van links naar rechts schuiven. Dat was Martin Luther, zijn mazzel, zullen we zeggen. Of zijn pech, je mag jezelf kiezen. Even kijken waar het nog verder over gaat. Ja? Plickers tried and built a telescope, look at the stars. I was weird, I was a weird kid. And but I hated the school setup, the teachers and that setup. I couldn't stand it at all. Okay. And then hij haatte de leraren. Nou, dan heb je gelijk een goede leraar aan het woord. Walter Veit heb ik ook niet betrapt op overbodig taalgebruik. And when my father married my stepmother, she was not too keen with me. Well, it was very difficult, I guess, okay? Yeah, so they decided, well, then I would have to go to boarding school. Oh my, so that's an extra trauma for you, really. Yeah, so I was out of the house, off to boarding school, and that was even worse because the boarding school and the teachers, they were all one and the same, you know. So now I was 24 hours under their thumb. Yes. So I would run away from school. I'd go and run into the mountain. Oh my. And go and live in the forest. Oh my, okay. And the teachers would come and look for me, and I'd climb up into the pine trees and take the pine cones and throw them with it. I was a monster. Oh wow. So leuk is dat. Hij wilde niet naar school en hij werd naar de kostschool gestuurd. Toen is hij een dennenboom ingeklommen. Toen heeft hij met die dennenappels naar beneden lopen gooien. Erg leuk. Laatst heeft hij een lezing gehouden in Kopenhagen, in Denemarken. Waarin hij ook vertelt hoe hij worstelt. En geworsteld heeft met autoriteit. En die nooit die strijd, die worsteling niet uit de weg is gegaan. Altijd op zoek gebleven. Pak hem even een stukje verder. Oh, misschien. Oh, dan gaan we even naar haar stem horen. Dat zou mooi zijn. He was. That was his roommate. That was his roommate. Okay, fair enough. My roommate. Yeah. When we were very small, still, he was very abusive. He had a defect, like polio leg, oh, okay. And it frustrated him. And he would beat me up when we were alone. My. So I hated going home. I hated being at home with him. So I used to roam the streets. I was often away from home. Oh, wat een mooi getuigenis, hè? Zij is verrot geslagen door de vader, als ik het even goed begrijp. En die had een poliobeen. Die man was boos op de wereld en reageerde dat voor het grootste gemak af op zijn kinderen dus. And my parents were working and we were alone at home, so I would be out on the street. And I would go from one church to the next. Really? So and you were actually visiting I churches? I was actually trying to find out what's in there, because if my father said, don't go there, it's oh, okay, dangerous. Then you gotta go then. I want to see what's in there. Okay. And I thought God was in the church. And so really? You had that feeling that God was in the yes, church? Yes, I believed that God lived in a church. Snap je deze? Ik kan hem wel bejanken. Vraag aan jullie, woont God in een kerk? Het antwoord is dat God overal is. Je kan God in die zin niet vinden. Je hebt hem te respecteren, je hebt hem te ja, je kan hem niet vinden. Hij moet jou vinden. En zij vertelt hoe het was toen ze God aan het zoeken was. And that if I could go and see what's in the church, then I would see God, and oh, I wanted wow. to see God. So I went from one church to the next, but they were all locked. Okay. And I was very unhappy because I really had a hard life at home. I really, okay. My brother was really mean.
And so I wanted to flee. I just wanted to be where it's safe. And I went from one church to the next, and they were all locked. Eventually, I found a little church that was open, and it was abandoned. It was like there was no one there. Wat zij net vertelde? Waarschijnlijk heb je het allemaal wel begrepen. Ze had het thuis niet makkelijk. En ze vluchtte weg. En ze ging van de ene kerk naar de andere. En elke kerk was gesloten. Totdat ze een klein kerkje vond. En die kerk was open. Maar verlaten. A little dark place in a forest. And I opened this door and I went inside and it was just quiet. And I used to go there every single day and go and sit and sing. Really? How old were you at that time? I was about, I'd say about 10 years old. So as a young lady of 10 years, you would go into that church, enter into that maybe semi-dark room, little abandoned church, and sing by yourself, hear your voice. I'd sing, just hear my voice. And I'd Nou, dat is toch ongelooflijk? Prijs de Heer, halleluja. Hosanna. Als we nou eens allemaal dat gaan doen. Ik ken iemand en die heeft het ook niet zo leuk gehad in haar jeugd. En die heeft daar hele andere dingen mee gedaan. En zij is niet blij. Dat kan ik mij niet voorstellen. Zij werd boos op haar ouders. Deze vrouw liet zich zien. I didn't know any religious songs, so I used to sing Christmas songs. Okay. So I'd sing until I used to. Even, dit is de grap. Kerstfeest, dat is heidens. Dat heeft niets te maken met Christus. Ook niet een klein beetje. En voor mij mag je kerstfeest, de winterzonnestilstand, net als de zomerzonnestilstand, de lente-equinox en de herfst-equinox, van mij mag je het vieren. Het zijn vier momenten. Winterzonnestilstand, zomerzonnestilstand, lente-equinox, herfst-equinox. Het zijn er vier, dus die mag je van mij vieren. De grote grap is dat die heidenen dat kerstfeest, dat is de winterzonnestilstand, gelijkgesteld hebben aan de geboorte van Christus. En dat is nergens op gebaseerd. Sing till the tears were running. I was just crying and singing. You were lonely, of course, I guess. I was lonely. Wow. Yeah. And then, of course, you were growing up with your brother, and he was mean, but then he went off to university, and then he brings... Yeah, this fellow with long hair and rebellious looking. Yes, yes. And I was 15 years old when I met him. Okay. So he wasn't interested in me at all. I was the little baby sister. Okay, so you were the little baby in the family. Yeah. But then what happened was he had a girlfriend and they broke up and... He then came that way. And he came to our house for the long holidays, for the December holidays. And he and my brother, they planned to go up to Mozambique. Oh, wow. And there was still space for me because my brother's girlfriend went with. Okay. And then they said, why don't you come along? So I went along. And this is where we had this romantic island where we stayed. Okay. And we just enjoyed the swimming. They used to catch fish, and we'd live off the land there, the wild, yeah. And that's how we actually started to know date, each other. Yeah. Okay. Wow. Okay, dus het is wel even hot informatie. Maar volgens de laatste berichten is meneer Links, meneer Wolter Feit, momenteel veganist.
nu weet je dat hij wel vis gegeten heeft, die hij zelf gevangen heeft. Dat is wel allemaal erg privé dit. Mooi hè? Zo kan het ook. Zij was 16 toen ze Walter ontmoette. En Walter was een rebel. Echt, dus hij is een rebel. Dat eerlijk verteld, in Kopenhagen vooral, dat is in 2017, heeft hij verteld hoe rebelleus hij wel niet geweest is. Elke krip, daar heeft hij, meneer Feiten, zijn billen tegenaan gegooid. En zij was toen 16 toen ze hem kende, leerde kennen. And so you were brought into this family and you were an atheist. Yes. But there were lots of spiritual or spiritistic things happening there. What was going through your mind then, Walter, as all of this was happening? You see, if you are in the esoteric world, then you don't believe in God, but yet... It's geweldig. De esoterie met Walter Feit kan je goed doorkouwen over de werkelijkheid. Hij weet van esoterie. En niet een klein beetje niet. Nee, ben jij gek niet. You accept the spirit realm. Okay, that was what was happening in their family. Yes, and basically, you know, I had many discussions with her brother, who was obviously also deeply involved. Also involved in Scientology. Okay. And then I had many discussions. Kennen jullie dat? Scientology? Ik heb dat boek hier in huis. Met die man nou, maakt niet zoveel uit. Scientology, dat is dat geloof waar... van Ice White Shirt, weet die vent nou. Die ook van de Mission Impossible is. En die prachtige blondine speelt er, dat is allemaal Scientology. Wetenschapsgeloof. With her father, he by then was very prominent in the whole New Age movement. I mean, that was a new movement, remember? Okay. And he was one of the first ones to actually bring it into the country. Wow. And started printing books, and he printed books on seance and inner space and the power within and mixing Eastern philosophy with this. And there was a ding, man. Er is onder de bijbelgelovende christenen een fundamentalistische stroming. Terecht, denk ik. En die wenst niet dat de Bijbel gemengd wordt met Oosterse gezegden. Oosterse mythen, Oosterse gedachten. Die fundamentalistische christenen vinden dat de King James Bijbel uit 1611, dat is genoeg. Daar hoef je niks aan toe te voegen. En die Oosterse filosofieën, die zijn net zo vergiftigd als de Bijbel eigenlijk ook. Want de Bijbel is ook opzettelijk misvertaald. Die van mij. Ik heb er al in lopen kladden. Vraagtekens erbij. Want wat in mijn Bijbel staat, het is mijn NBG, Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel, correspondeert op pikante momenten niet met de koning Jacobus. En zo'nzelfde mishandeling van de waarheid heeft naar mijn mening plaatsgevonden
bij zeer zeker de boeddhisten. En dat andere, de Hindoestaanse geloof, dat begrijp ik niet. Gaat aan mij voorbij. Het Hindoestaans is meer godengeloof. En er is dan één opper. We hebben dan maar blablabla. En het boeddhisme met die boeddhistische kloosters. Nou, die kloosters, dat hele verhaal, daar klopt helemaal niks van. Dat heeft Boeddha nooit gewild. Die wist wel beter. Los daarvan zitten in het boeddhisme en in zekere zin in het hindoestanisme ook wel. De Bhagavad Gita is niet zo'n heel erg slecht boek. Dat is niet waar. Best een aardig boek om te lezen. De Bhagavad Gita. Een onderdeel van de Mahabharata. Goede dingen van het Oosterse. Ik heb er geen moeite mee. Ik heb het niet nodig. Want in de Bijbel staat het toch al. De Bijbel is vollediger. Best een lang boek. As a scientist, you say, well, you know, there are many things I cannot explain. Okay. You can talk about whatever. You can talk about magnetism or gravity. You can measure it. Or magnetism, you can measure it. You can measure the force. You can have the theory as to what it arises from, you know, this or that or the other, electrical fields and all of that. But what is magnetism? There's no definition for what it is. Okay. And yet you can lift up a car with it, or, you know, even more, you can lift up anything with magnetism. It's a tremendous force and there's nothing there. So. Dat geldt voor, hij heet niet voor niets, professor Dr. Walter Veit. Deze man is een fysicoi, op zijn Grieks, een natuurkundige. Hij heeft zoologie gedoseerd in Johannesburg. Het zijn juist die feiten waaraan je kan zien dat er iets is wat buiten de feiten staat. Want wat is magnetisme? Waar komt dat vandaan? So nothing is lifting up everything, and so as a scientist moving with the modern physics movement, you get into quantum physics, and quantum physics eventually has some form of deity, although it isn't a person or God, it is something there that helps you to deal with all of these forces. Ja, dat klopt. Hij heeft het over kwantummechanica en zegt dat binnen de kwantummechanica er een deïteit is. Klopt. Kwantummechanica is gebaseerd op wiskunde die in het begin van de 20e eeuw naar boven kwam. En dat heeft te maken met een matrix die bestaat uit functies. Dus niet een matrix van getallen, maar een matrix van functies. Het is best ingewikkeld. Dat was de wiskunde die toen nieuw was verzonnen. Dan konden ze een wiskundige beschrijving maken van een deeltje. Maar het was geen deeltje. Er was eens iets wat er niet was. Dat is kwantummechanica. De deeltjes in de kwantummechanica, dat noemen ze golfdeeltjes. Maar het zijn geen deeltjes, het zijn golven. Als iemand aan je vraagt,
is tante Gerda in de keuken? Dan is het antwoord, nou, voor 99,99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 
kwantummechanica. Alles is mogelijk. Alleen je bent het niet zeker. Het wordt geregeerd door, het wordt aangestuurd door een deïteit, een godheid, een axioma. Ja, de kwantummechanica is zo goed, die moet wel waar zijn. Terwijl het bottom line helemaal niks voorstelt. Ook nog een keer. Dat heb ik alles verteld. And the projections of your energy cannot be destroyed when you die. Well, maybe, you know, eventually you get involved in this sort of thing and it makes sense and you can see it happening, so there must be something there. Okay, so you were at least being faced with a lot of this happening, and so you were trying to frame them within your own scientific understanding of the world. And so I started reading everything about the occult world as well. Oh, wow. My father... The occult? Dat woord betekent letterlijk verborgen. De occulte toestanden, satanisme, en New Age, daar is het ook al over gehad. Hè? Dat occulte, je krijgt er geen genoeg van. Je blijft maar doorlezen. Father-in-law actually gave me some training sessions on how to do an out-of-body experience. Oh my. Okay. Yeah, you have to actually go on a special diet. Oh my. Ja. Wisten jullie dat dat werkt? Hier wordt gesproken over een out-of-body experience. Dat je waarneemt, niet vanuit het perspectief van je lichaam, dat je waarneemt vanuit het grote geheel. Je zou kunnen zeggen, het is een vorm van existeren der ervaring. Je stijgt uit. Dus existeren, dus uitstijgen. Het kan, het werkt. Ik heb een uitzending gemaakt waarin ik verteld heb dat ik aanwezig ben geweest bij een sessie en dat noemden wij glaasjes schuiven. Nu heet het Ouija board. Zo. Wij hadden in die tijd geen Ouija board. En ik mag dat niet doen van de Bijbel. Ik vind dat ik dat niet mag doen. Trek je er niks van aan. En men wilde glaasje gaan schuiven. In mijn kamer. Ja, dat mocht. Waarom niet? Het werkt als volgt. Je zorgt voor een schone tafel. Niet met een kleedje erop. Even schoonmaken. Een schone tafel. Je hebt een glas ondersteboven. Dat mag een wijnglas zijn met een voetje. Het mag ook een limonadeglas zijn. Dat maakt het niet zo uit. Het moet makkelijk kunnen schuiven. Rondom dat glas leg je in een cirkel en die mag ovaal zijn. Het moet een kring zijn. De letters van het alfabet. A tot en met Z. Dat zijn er 26. Dan leg je bij de getallen 0 tot en met 9. Dat zijn er 10. 0 en dan 1 is 2 en 2 is 3. Snap je? En ook heel handig is om daar twee symbolen nog neer te leggen.
Dat ene symbool staat voor ja en dat andere voor nee. Dus alles bij elkaar, 26 letters, plus 10 is 36, plus ja en nee, dan heb je dus 38 mogelijkheden. Niet doen. Ik vertel het aan jullie, zodat jullie kunnen weten dat als je aanwezig bent bij zo'n sessie, dat je weet dat je niet mee moet doen. Maar niet doen. Dat is retelink. Daar kan je knettergek van worden. Dat occulte existeert. Dat kan je oproepen. En toen ik erbij was, ik had gezegd tegen die mensen van ja, natuurlijk mag dat van mij. Alleen, ik doe niet mee. Maar voor mij, ik had een mooie tafel en er was nog wel een glas. Gaan we lekker glaasjes schuiven? Waarom niet? Ik doe niet mee. That's it. Dus ik was de gouvernant. Ik was de toezichthouder. En dat was me goed ook. Ze begrepen er helemaal niks van. Dat glas ging in mijn ogen heel duidelijk. En ik noteerde dat. Zo? Nou? Er zijn een paar goede vragen die hier gesteld zijn. En duidelijke antwoorden. Die mensen begrepen er echt niks van. Die dachten dat het glas kapot was. Of zoiets. Ja, en ik ben dan zo vriendelijk om mijn kennis te delen. Want gedeelde smart is halve smart. Die mensen zaten dus te klagen van laten we er maar mee ophouden, want er komt helemaal niks uit. En ik was helemaal verbaasd. Weet je wat, sorry? Tegen die mensen vertellen van weet je wat je geschoven hebt? En toen werden ze bang. Ze zeiden dat ze bang werden. Ik weet niet of ze echt bang waren. Misschien maakte het nog niet eens indruk genoeg. Ze zeiden dat ze bang werden van mijn uitleg. Ik kan het me voorstellen. Niet doen. Het occulte, dat maakt dingen los. En dat heb je niet nodig. Er is geen enkele reden om glaasje te gaan schuiven. Er is geen reden om naar een waarzegger te gaan. Behalve voor de gezelligheid, een keer. Met mijn kind ben ik naar een waarzegger gegaan. Die heette Madame Magica. En die had een collega en die heette Madame Mystica. En dat was bij een festival hier op de Bult in Arnhem. Met lekker weer. En mij leek het wel leuk, want kom op. Ik was er met mijn dochter. Een keertje mag dat. Maar dat is alleen nog maar, het is niet zo gevaarlijk. Zij werkte, Madame Magica, met astrologie, heet dat? Nou, heel toevallig weet ik exact precies wanneer mijn kind geboren is. Ik was er namelijk zelf bij. Sorry dat ik namelijk zei. En mijn eigen geboortemoment weet ik ook. Het was 3:50 op 29 augustus 1959. En het was bloedheet.
Dat wordt leuk, man. Zij, die madame Magica, die toetst dan alles in. Had een computer. Echt keurig verzorgd. Het kostte €5. Dus waar heb je het over? En we zijn toch echt een kwartier lang bezig gehouden. Voor €5. En madame Mystica, die kwam er ook nog bij. Die zei van, wat? Ze keken die twee vrouwen naar de computer. En allebei zo heel verbaasd. Ze keken naar ons tweeën. En toen zei die van... Nou, in ieder geval de astrologie. Het eindantwoord, de conclusie, het oordeel was... Wauw. Ja, we kunnen zien dat jullie vader en dochter zijn. Maar we weten voor de rest niks. En toen kwamen de tarotkaarten erbij. Ja, tarot mag je van mij ook zo doen. Dat is gewoon ongevaarlijk hoor. Dat stelt niks voor. Nou, toen bleek dat mijn dochter... Er werd dus tegen mijn dochter gezegd van... Meisje, meisje, denk om je maagdelijkheid. Meisje, meisje, want anders raak je het voor altijd kwijt. Zoiets. Er werd tegen mijn dochter gezegd... Pas er goed op met wat voor man jou omgaat. Want als je er eentje pakt die niet tegen jou kan... Dan verbrand je hem. Nou, ja, ik weet niet of jullie zelf kinderen hebben en wat je vindt van promiscuïteit en baarmoederhalskanker en zo. Ik heb dat liever niet. Ik heb liever dat mijn kind zedig is. Dus ik betaal €5, ik moet met mijn billen in een of andere stomme tent zitten, bovenop de bult hier in Arnhem. En het is lekker weer. En we gaan daarna nog pizza eten. Of een ijsje voor de kleine. En ik krijg een glas rode wijn. Dat lukt me wel. Of van dat laffe bier uit een plastic bekertje. Voor €5 wordt mijn kind verteld. En allemaal leuk met jou. Je zoekt maar een stevige kerel uit. Want anders maak je hem kapot. Joehee, dacht ik. En ik ga dit verhaal er nog... Want mijn dochter die probeert af en toe vergeetachtig te zijn. Maar dat is ze niet. Want zij weet het ook nog wel. En dat is occulte. Zo gaat het occulte. In het christendom heet dat de Heilige Geest. Ga niet zomaar aan de Heilige Geest lopen vragen. Is hier een geest aanwezig? Dat is al vraag nummer 1 die dom is. Qua dom dan, hè? Is hier een geest aanwezig? Ja, maar wat wil je dan weten? Iets weten van de doden? Ik kan je vertellen, dat moet je niet doen. Een begrafenis, bijvoorbeeld, hè, dat heet het afscheid van de doden. We komen nog 1 keer bij elkander. En waarom eigenlijk? Nou, de enige reden om naar een begrafenis te gaan, is omdat je dan de familieleden of de aanhangende, dat heet extended family, dus ze allemaal bij elkaar komen en inderdaad een broodje erbij, een koffie. En een beetje ouwe hoeren. En dan zijn we klaar met die doden. Wat heb je aan een dode? Huh? En is die geest hier nog in leven? Nou, daar ga ik geen occulte uitspraken over doen. Ik kan je adviseren, als je dat onderwerp interessant vindt, om je te verdiepen in het Tibetaanse dodenboek. En het werk van, die heet iets van Schwarzkopf. Over mensen die een bijna doodervaring hebben gehad.
Ze hebben de dood onder ogen gezien. Er valt niks aan te vereren. Ik heb een tijdje een hobby gehad. Een verslaving was het. Verslaving gehad. Ik trok de I Ching. Niet één keer per dag. Nee, ben jij gek. Bij de I Ching mag je van mij ook doen. Eigenlijk geen enkel probleem. Sorry dat ik eigenlijk zei. Die I Ching kan je trekken. En de Heilige Geest is daarbij. Het leuke van de I Ching is dat wat je ook maar trekt, dus het is een orakel. Je moet met muntjes gooien, of 1000 blad steeltjes of zo. En tegenwoordig op internet is dat wordt online. Is gewoon één mouseklik. En dan ben je klaar. Niet dat ingewikkelde gedoe. Toch is het zo dat je een keuze maakt uit 64 mogelijkheden. Plus zoveel lijnen heet dat. Het boek der veranderingen. Een hele mooie is dat als je op het hoogtepunt bent, juist dan voel je de woede of het verdriet. Kies maar. Verdriet wordt er over gesproken. Verdriet is natuurlijk hetzelfde als woede. Op je hoogtepunt, dan komt het. Want dan zie je de teleurgang van je bestaan. Van je, dat waar je aan gehecht bent. En dat geldt voor ieder moment van de dag. Voor ieder moment van je leven, als het goed is. En ook hoe het is als je in de duisternis bent. In de Bijbel staat van alhoewel ik wandel door de vallei des doods. Although I walk in the valley of death. Ik maak mij geen zorgen. En de I Ching is, ja, dat is leuk. Ik heb de I Ching getrokken. Ik kom in een kroeg. Heel vaak die ene. Die is heel mooi gelegen. Het heet Café de Wacht. Mag je. Het is vanuit Arnhem Centraal Station. 500 meter lopen. Als je 1 kilometer aan het lopen bent, dan ben je Café de Wacht voorbij gelopen. Het is een voormalig officierscafé. Arnhem was een legerstad. En daar kwamen de hoge heren van het leger. Een borreltje drinken. Het is een heel mooi gebouwtje. Echt een reden, sorry dat ik echt zei. Een reden om naar Arnhem te komen. Daarbinnen wordt niet gerookt. Het kan er wel ruiken naar rook. Want er wordt wel gerookt. Maar ik ga niet verklappen wie. En ik ga ook niet vertellen wanneer. In principe wordt daar niet gerookt. Dus dan kan je met je kind naartoe. Een warme chocolademelk met slagroom. Misschien de eerste keer dat je daar komt niet. En dan de tweede keer wel.
Ze hebben daar een espresso-apparaat. Die hete stoom, ze kunnen van alles maken. Ik heb op die plek mijn laptop open gedaan en de I Ching gevraagd, wat is Café de Wacht? Waar ben ik? Goed nadenken over die vraag. Oké, wat is mijn vraag? Ze hebben daar twee tafels, een grote ronde tafel en een kleine ronde tafel. En ik was aan die kleine ronde tafel. Daar stond mijn laptop open en bij Café de Wacht. Het wachtwoord is €5. Ik had internetverbinding. Goed nadenken over mijn vraag. Waar ben ik? En toen kreeg ik als antwoord de waterput. En wat is de eigenschap van een waterput? Nou, aangezien ik daar, ik stel altijd op prijs om ja, iets te drinken waar voor minimaal 60% water in zit. Jenever bijvoorbeeld. Dat is 60% H2O. Soms is het ijs op. Ja. Dan heb ik 60% water. Soms is het ijs niet op. Dan heb ik 65-70% water. Het wordt duur betaald. Zo'n glaasje kost je 2,60 tegenwoordig. Water drinken. Ik snapte het. En nu dus de betekenis van de waterput. En het komt hierop neer dat je wel de stad kan verplaatsen, niet de waterput. Hoppa, recht in de kruising. En er was ook nog een bewegende lijn in. En die zei, pas op voor mensen met pijl en boog die de vissen schieten. Harpoenisten. Pas op voor de harpoenisten. Totaal waar. En als je dat dan doet, je gaat de I Ching trekken, maar tot daar aan toe. De tarotkaarten, tot daar aan toe. Glaasje schuiven, niet doen. Gebruik zachtmoedige middelen als je het occulte wil exposeren of laten spreken. Beperk je. En geen glaasje schuiven, want je krijgt antwoord. En beter is het om je spiritualiteit neer te leggen bij Christus Jezus. En dat aan te nemen. Je krijgt er geen puistjes van. Sterker nog, Walter Veit kreeg daar een mooie vrouw van. They are largely vegetarian at that stage, and for me that was impossible. I was carnivore all the way through, but I would practice out of body experiences.
Oh, wow. Actually could do them, which is rather scary. Spooky to me, at least. Very I would not. Jeetje. Dat kan hij vertellen met een big smile. En hij heeft de reden. Naar mijn mening. Hè? Ik wil mezelf niet verlagen of verheffen ten opzichte van hem. Ik ben een bewonderaar. En dat mag. In mijn jeugd. Zo hoogs. Had je de fans van de Beatles en de fans van de Rolling Stones. Aanhangers van Ajax of PSV. Of Feyenoord. Ik ben een bewonderaar van Walter Veit. Ik denk dat hij meer goed heeft gedaan dan dat wij beseffen. Er, even op zijn Duitse, er had gefährlich gelebt. Heb ik dat goed gezegd? Er had gefährlich gelebt. Allerleukste anekdotes kan hij vertellen van wat voor risico's hij moest nemen. Hij had geen keuze. Tamma gevaarlijk. Gevaarlijk leven betekent gevaarlijk leven. En nee, dit is niet iets wat ik gezegd heb. Dit is iets wat Friedrich Nietzsche heeft geconcludeerd. Uit medelijden met ons. En Walter Veit heeft dat gedaan. Gefährlich gelebt. Advise any of our viewers to go this path. Okay, that's not what we're advertising at all. No. Okay, but anyways, at that time then, of course, your relationship was progressing and eventually you got more into teaching at the university. And then when is it that you got married exactly? I was also studying at that time at Stellenbosch University. Okay. And so same university same as Walter, university, okay. And it was in my second year that we decided to get married. And it was in 1974. Oh, wow. That's nice. So there you are. Oh, in 1974 zijn ze getrouwd. Even optellen, toch een beetje numerologisch doen. Hè? Dus die 9 kan je weglaten. Het helpt toch niks. 7 plus 4, dat is 11, dat is 2. En dan die 1 erbij. Dat is 4. In het jaar 4 zijn ze getrouwd dus. Nee, of zijn het nou 3? You build a happy family and of course then you have children eventually. No. Get before that. Okay, fair enough. When we had just been married and I got a position at the University of Natal. Okay. So that's more where her parents lived. Okay, so it's like really far away than the University of Stellenbosch where Sonika was. She actually interrupted her studies. Oh, wow. And we went to that university to start my lecturing academic career. Okay. And we moved into a home there, and her father, you know, was very close by, and we had this liaison. And that's where we had our first major occult experience. Oh, wow. What also happened is that some of the people that we were involved with came and were active in Ouija boards and all kinds of... Hey, daar had ik het net over, hè? Ouija boards. So zeg je dat. Spirit consultations. And things started just going crazy in that house. Oh, wow. And at night we would have experiences that I wouldn't wish upon anyone. There were poltergeist experiences in... Poltergeist.
erg belangrijk dat wij ons niet bezighouden met God. Dat wij ons openstellen voor de wil. De wil tot macht. En Walter Veit heeft het makkelijk. Hij weet van geschiedenis. Hij kent de Bijbel. Hij kan met zijn fijne pakkie leuke verhalies lopen vertellen en daarmee wegkomen. Dat kan niet iedereen. De meeste van ons, die moeten, weet ik wel, wat doen? Trapportalen schoonmaken. Stomme karretjes in de rondte rijden. Met je bezem. De straat schoonmaken, bedoel ik dan. Oh, ik heb het heel makkelijk, want ik heb een karretje en er zitten van die rolborstels en ik hoef zelf niet te bezemen hoor. Nee, ik moet in de rondte rijden met de rolborstels. Ja. Maar Walter Veit hoeft niet. Die mag in zijn pak een beetje staan te vertellen. En wie luistert er naar Walter Veit? Wie kan dat verdragen? Je hebt die babyvoeding. Dan heb je Miley Cyrus en die doet de onderbroeken bijna omlaag. En dan een beetje met de billen naar het publiek. En dan lalalala, lalalala, lalala. Ja, dat vindt iedereen leuk. De Matrix, dat is ook zo'n leuke film, deel 3 vooral. En de Terminator, deel 3. Best wel leuke scènes in, hoor. Dat is kindervoedsel. Nee, dat is niet waar, hoor. Want er zit heel veel geweld in, ook hoor. En ook best wel een beetje seks. Voor de rest is het kindervoedsel. Makkelijk te verteren. Dat geldt zeer zeker voor de Matrix nummer 1. Het is een heel makkelijk te verteren film. En de Terminator nummer 1 ook. Easy man. Dat waar Walter Veit het over heeft, is niet zo makkelijk te verteren. En ik ga nu niet alles wat hij gezegd heeft herhalen op zijn Nederlands. Misschien moet ik dat wel doen. We kunnen met z'n allen, kan ik een mail sturen aan professor Dr. Walter Veit. Want wat kost het om u anderhalf uur te laten praten in het Afrikaans, zodat wie dat kan verstaan, dan mag hem ook Duits bruik, een beetje, af en toe. Wat zou dat kosten? Ja, Walter Veit heeft meer te vertellen dan dat je in anderhalf uur kan uitspreken. Hij weet ervan. Zoals de boeddhisten zeggen, de werkelijkheid is een illusie. Het oorspronkelijk boeddhisme bedoel ik daarmee. Niet dat gekke gedoe in die kloosters. Hè? Even naar Walter luisteren. In our house, our dishes would go flying around the house,
people would come and visit, and the wine glasses would literally jump off the table, and they'd say, "What's going on in your house? I mean, this is weird. Look at that! Whoom! There goes a wine glass jumping off the table." Is toch te angstig voor woorden? Een wijnglas. Kun je zeggen, Perry, maar dat kan niet hoor. Het punt is, het is geregistreerd. Door mij, door Walter Veit. En ik heb de werken gelezen van Helena Petrovna Blavatsky. En die lui die daarbij horen, die zeggen hetzelfde. Always at the back of your mind, you're trying to explain it in a natural way. You say, "Oh well, somebody just bumped it," or you're trying to say that this world doesn't exist. Okay. But then you come to a point where you have to admit that there is a world out there that you cannot explain. Okay. Yeah, it started. Klopt. Ik heb er ook echt niks aan toe te voegen. Ik ben blij dat ik Walter Veit niet ben. Hij zorgt voor een persoon zo schoon. Ik ben haar niet waard. Dat is wat ik hiervan kan zeggen. En dat ik jullie wil uitnodigen om te gaan luisteren naar die man. Het idee van een spel is dat er spelregels zijn. Dat wij een spel gaan spelen met dezelfde regels. Niet dat de ene gaat hockeyen en de ander is aan het schaken. En dat de hockeyer zegt, "Ha, ha, ha, ik heb je toren geslagen." Ja, natuurlijk kun je met je hockeystick in één keer. Dan heb jij gewonnen van de schakers. Snap je wat ik bedoel? We hebben één set van regels nodig. En ja, dat occulte bestaat. De glazen kunnen echt van tafel af. Geloof me nou maar. Ga die kant niet op. Of je doet het wel, zodat je net als Walter Veit kan kiezen om dat nooit meer te gaan doen. Ik kan ook wel zeggen, kijk geen porno. Aan de andere kant, ja, kijk net zoveel porno totdat je inziet dat je nergens naar kijkt. Dan heb je nog wat geleerd. En betaald, hoop ik. Homo. Er is geen oorlog op deze aarde. Ook zo leuk. Walter Veit weet dat. Die oorlog, die zogenaamde derde wereldoorlog, die is er niet. Hier in Arnhem heb je een, hoe heet dat ook alweer, een sociale werkplaats. Mensen die kunnen niks. Ja, die kunnen niks. Dat, weet ik veel, orks. Ja. En die maken dan hier in Arnhem een nummerplaten.
Of iets anders. Displays voor de farmaceutische industrie. Een display, dat is een ding dat vouw je in elkaar van karton. En die zet je op de toonbank. En dan moet je een verkooporganisatie hebben met vertegenwoordigers. En die gaan overal die displays afleveren. En die moeten in elkaar gevouwen worden. Sociale werkplaats. Mensen die aan het werk gehouden moeten worden. Volgens de gedachte van de sociale werkplaats. Hij zei, ja, die ene mens die kan helemaal niks, dat kan toch niet? Die zit de hele dag maar thuis. Nou weet je wat, hij mag displays gaan vouwen voor de farmaceutische industrie. Het gebeurt hier in Nederland. Ik praat niet uit mijn linkeroor. Ja, dat gebeurt ook met ISIS. Dat is een sociale werkplaats. Je kan momenteel geen oorlog beginnen tussen Hasselt en Neder-België. Behalve dat Neder-België niet bestaat. Maar het is ook niet denkbaar dat Hasselt een oorlog gaat beginnen tegen Noordoost-Groningen. Ja, we gaan Delfzijl overnemen. Nee. Er is helemaal geen oorlog. Hier op deze wereld. Nooit geweest. Oh, dus jij bent een Tweede Wereldoorlog ontkenner. Ja, inderdaad, ja. Heel goed begrepen. Er is geen oorlog op deze wereld. Nooit geweest. Er is een oorlog in de hemel. Zoals er mooi staat in het Nieuwe Testament. De overheid voert oorlog met ons. Ja, maar hoe kan dat nou? Want iedereen stemt toch? Oh ja, inderdaad. Iedereen stemt. Het is ook een tijd geweest dat in België dat je verplicht moest stemmen. Daar zit het punt. En Walter Veit die kan de hele geschiedenis opdreunen. Luister minimaal naar zijn uitzending over de connectie tussen het katholicisme en dat wat wij noemen islam. En islam is geen Nederlands, by the way. Het gaat om het boek de Koran. En dat wat erbij hoort. Bijvoorbeeld een bedevaartoord. Dat is katholicisme. Het universele geloof. Het probleem met onwetende mensen is dat het niet vervelend is dat ze doodgaan. En dat is zorgelijk. Dat kan ik wel overkomen als een onheilsprofeet en dat vind ik dan heel erg fijn, want dan ben ik tenminste nog iets. Onwetendheid, daar heeft de Heere niks aan. Als jij een beschimmelde krokodil bent,
Ja, ik zit hier met een krokodil en ik zit te wachten op Harry. Want ik wil wel lekker even happen. Maar er zijn zoveel tanden uitgevallen en mijn hele ding zit onder de schimmel. Ja, dan kan je niet happen. Als je niet kan happen, als je niet kan begrijpen, dan heb je niks meer. Een krokodil die beschimmeld is, 1.22 er doorheen, een kogelmaat is dat. En dan maken we je helemaal schoon. En dan word je nog 3 damesschoenen. En dan mag je rondwandelen in New York. Aan de voeten van een geweldig ruikende... Maar een beschimmeld mens... die niet kan begrijpen... die niet kan happen... Kijk, je CO2-belasting, die betaalt Al Gore Smeerlap wel. Dus maak je daar geen zorgen over. We fikken jou wel op. We begraven je wel ergens. En de mestkevers... De wurmen, de andere kevers, de vliegen, als het zomer is. Die eten jou gratis op. Daar hoeven wij niks voor te betalen. Al was je goed, al was je slecht. Heb jij hier in de ronde gelopen als een of andere e-hol? Je hebt kinderen beschadigd? Omdat jij vond dat jij als ouder een kind onder kinderen was? Dat wordt een probleem. Het heeft te maken dat God niet bestaat. De connectie tussen de twee termen God en de andere term bestaat, die klopt niet. Ook de zin God bestaat niet is net zo giftig als de zin God bestaat. Het leidt je af van de waarheid. Laat het even op je inzinken, alsjeblieft. En de volgende keer dat jij een Mohammedaan spreekt, dat is een Koranist, vertel hem dat jij snapt wat la ilaha illallah betekent. Nog een keer. La ilaha illallah. Dat. La ilaha Ilala, ik ben niet een Arabisch expert. Een Marokkaan heeft tegen mij respectvol gezegd, dit heb jij mooi vertaald.
De Nederlandse vertaling van La ilaha illallah. Dat is dan het eerste stuk van de Mohammedaanse eed. Een creed. Een credo. Mohammedaans credo. La ilaha illallah. Mohammed de Rasulallah. Wat betekent la ilaha illallah? Daar staat, met goedkeuring van mijn Mohammedaanse, wel degelijk Koran geëduceerde persoon. En hij is echt een. Hij is niet alleen voor een Marokkaan groot. Nee, hij is groot. Sorry, hij is toch een huge mofo. Die is een halve kop groter dan ik. De Nederlandse vertaling is: er is geen God. Dat is la ilaha. Er is geen God. God. Dan krijg je dus la ilaha illalla. Er is geen God. Komma. God is. God bestaat is een tautologie. Een tautologie is een zin die op zichzelf, vanwege de taal, correct is, waar is. Kortom, saai. Een hele mooie tautologie is, vrouwen zijn vrouwen. Dat is een tautologie. Ja, vrouwen zijn vrouwen. Dat is geen informatie. Ook de zin God bestaat. Dat heeft geen informatie. Want God is het bestaan. Het feit dat bestaat, bestaat. Beter zeggen. Het feit dat bestaan, bestaat. Dat komt door God. Er is geen God. God is. Mag je achteraan plakken. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Allemaal niet zo moeilijk hoor. Je hebt die mensen die beweren dan dat ze atheïst zijn. Je hebt mensen die beweren dat ze, ja, God bestaat. Halleluja, prijs de Heer. Elke zondag naar de kerk. En ja, mijn kinderen die moeten ook mee, alhoewel ze daar geen zin in hebben. Ook zo stom van jullie. In de kerk waar ik geweest ben, was een Pinkstergemeente. Pentecostal heet dat op zijn Amerikaans. Daar hadden ze het fatsoen om voor de kinderen een aparte dienst te houden. Die oudere mensen die mochten naar het gezeur luisteren. En de kinderen apart. En die kregen thee. Ik heb daar thee gekregen. Dat is iets van fatsoenlijk. Voor de rest zou ik zeggen tegen je kind dat naar de kerk gaan facultatief is. Regel 1.
Natuurlijk mag je een ecclesias organiseren. Een gemeente. Natuurlijk mag dat. Dat is helemaal geen enkel probleem. Lelijk wordt het als je je kind verplicht om mee te gaan. No good. Er zijn van die wunderkinder. Weet het ook weer. Een wunderkind op zijn Engels. Die mooie band. Wat is een wonderkind op zijn Engels? Ik ga het nu niet opzoeken, dat is flauw. Ik kan het zo intoetsen, zo te pakken. Een wonderkind was Arthur Schopenhauer. Prodigy heet dat. Dat is het Engelse woord voor wonderkind. Een vroege leerling. Arthur Schopenhauer, die op zijn 16e begon die denk ik al te vlammen. En op zijn 18e was het yeah man, ik ben de Johan Cruijff van de Duitse schrijvers. Arthur Schopenhauer heeft gezegd dat ik zo vroeg ben, wil niet zeggen dat iedereen zo vroeg is. Want ik ben een wonderkind. Ik ben een prodigy. Het geldt ook voor jouw kind. En Arthur Schopenhauer brak door toen hij 20 was. En jij mag blij zijn dat jouw kind op die leeftijd dat ook doet. Dan heb jij een prodigy. Dan heb jij een wonderkind. 20 jaar. Niet te vroeg je kind naar de kerk sleuren. En wat moet je met een kind in de kerk? Is dat overdag naar school niet genoeg geweest? Ik vraag het maar gewoon. Sorry dat ik gewoon ben. Geef je kind rust. Mijn kind, die is nu 18, die heeft van mij een King James gekregen. Die mooie uitvoering met de rode letters. Heeft ze nog geen s'nachts van gelezen. En dat is op tijd. Op tijd. Niet te vroeg. Ik sprak haar vandaag en zij vertelde mij dat ze daar nog niks van had gelezen en ik zei tegen haar, dat maakt niet uit. Je hebt het boek in handen. Zij zit op de sociaal-pedagogische hulpverleningsdingesopleiding. Ik vind dat ze het goed doet. Ik denk dat zij een opleiding heeft gekozen met een baan voor uitzicht. Ik maak me hooguit zorgen over de tijd die ze krijgt om te baren. En voor haar kind te zorgen, dan zal ze wel een kerel vinden. Een man die tegen mij kan. Minimaal. Want ik weet dat zij een Dalek is. Lukt haar dat? Ja.
Dat is anders. En ik wens heel veel mensen het geluk toe om die eenheid te vinden tussen een man en een vrouw. En als ik kijk als Satan met maar één oog, die kijkt naar een 2D plaatje, en jullie nu ook. Ik zie rechts die interviewer. En in het midden Monica. En helemaal links Walter Veit. Neem kennis. Ik kan deze uitzending nu gaan afsluiten. Dit was alleen maar reclame voor Walter Veit. En dan niet bang worden. Erg belangrijk. Niet de hoop verliezen. Je hebt zo'n man en die heet David Icke. Dat is Engels dan, hè? David. David Icke. En Icke is dan I-C-K-E. David Icke. Man, maar een homo is dat. In de slechte zin van het woord. Ikzelf ben homo. Ik heb vaak de afwas gedaan. En wasjes gedraaid. Met plezier. Ik ben homo. Ik heb de macaroni die mijn moeder maakte gekopieerd. Goed geroken. Hoe dat moet. Die uien moeten erin. En dan dikke paprika poeder. En een beetje vet spek. En dan nog meer varkensvlees. De macaroni al dante gekookt. En op het allerlaatste schoon gewassen prei. Dus niet van die aardetroep ertussen. Even voor jullie dames. Oh nee, voor jullie, ja, voor jullie homo's. Als je een prei koopt, maakt niet uit waar. Je snijdt hem overlangs door. En dan kan je met het water, met onder de kraan, spoel je alles eraf. Dus één keer snijden. En dan spoelen. Eén keer snijden. Of twee keer. Het is een beetje als het een hele vieze prei is die onder de aarde zit. Twee keer snijden. Goed kijken. Al die zwarte puntjes, dat zijn aardekorrels. Plantenvoedsel. Dat is niet voor ons. Als je hem helemaal schoon hebt gemaakt. En als er aardetroep in zit. Dat is altijd aan de bovenkant waar het groen is. Hè? Alles eruit. Lekker smijt er 3 liter water tegenaan. Hier in Nederland is dat geen probleem. En dan heb je een kartelmes. Zou ik zeggen. Hele kleine ringetjes maken. Voordat je een prei hebt weggesneden, heb je 100 sneden of zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Net zolang dat hij helemaal op is.
En als je hem gesneden hebt, niet meer onder de kraan doen. Want je hebt hem van tevoren schoongemaakt. Al die kleine ringetjes erin. En dan een beetje malen. En dan gaat het ruiken. Dat is echt vrouwenwerk. Ah, als je het even snapt. En je hoeft het niet met varkensvlees te doen. Behalve dat er een hele hoop dode varkens zijn. Keuzes, keuzes. I know. Zijn jou de keus? Linzensoep. Kan je ook doen. Zal ik dat recept even leren? Linzensoep. Super. Je neemt een pan. En die moet van, hoe noem je dat? Gietijzer. Een gietijzeren pan. Die heb je wel nodig. Het moet een pan zijn met een dik stuk, ja, staalijzer. Je hebt nodig uien, gember, peper, koriander, komijn, kurkuma, geelwortelkruid. Handig om erbij te hebben. Dat maakt niet uit. Je mag die ui snipperen, maar dat doet er niet zoveel toe. Je ui in mooie plakken of whatever. Hè? Chop, 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 chop. De schil gaat eraf, want die kan je niet eten. Die schil van een ui, by the way, kan je gebruiken om kleding te kleuren. Dan krijg je blauw. Is mij verteld. Goed, met die uienschillen gooi je gewoon lekker weg met die uienschillen. Knoflook vind ik zelf erg lekker. Dat is naar je eigen ding. Peper zonder meer. En zorg voor een mooie peper. Ga maar 500 meter lopen naar de Turk. En haal een paar goede pepers. Nachtschade spul is dat. Nachtschade, dat is een tomaat, peper, tabak. Erg belangrijk. Je hebt een mooie peper. Ja, die uien gaan erin. We gaan veganistisch, hè? Arachideolie. Een hele dikke, lekkere, vette olie. Iets duurder dan slaolie. En lekkerder. Dus arachideolie. Die uien gaan erin. Lekker langzaam. Lentement. En dan heb jij die andere dingetjes heb je erbij. Een beetje peper erin. Een beetje geelwortelkruid. Koriander. Dat als je koriander aan het begin erin doet. Is dat gemalen zaad. Het heeft geen enkele zin om korianderblad. In het begin erin te doen. Koriander is leuk als laatste dan. Hè? Als je ervan houdt. Want er zijn mensen die kunnen er echt niet tegen. Die snappen de smaak niet. Sommige mensen die koriander in hun mond stoppen. Die denken. Jeetje. Ik zit schoonmaakmiddel in mijn mond te stoppen. En ik lust geen schoonmaakmiddel. Het is net alsof ik allesreiniger van de Albert Heijn. Bah! Ja, die mensen heb je. Dus als je gaat koken en je hebt dat zaad, en doe je. En
En dan met de komijn er ook bij. De komijn, dan ga je niet komijnpoeder kopen. Je koopt komijnzaad. Ja? In je vijzel. Want als je een beetje vrouw wil zijn, heb je een vijzel. Het liefste eentje van steen. Ik heb hier in huis een houten vijzel. Dat kan ook. Dat kan ook. Liever van steen. En dan crunch je met die handel. Doe er ook lekker bij. Gember. Het beste doe je gember, ja, geraspt. Gember geeft een aroma. En raspen, dat aroma uit die wortel helemaal vrijkomt. En gember is heel goed te bewaren in een koude omgeving. Dat verstijft die wortel ook. Dus als je gember gaat vriezen, is die heel erg goed te vergruizen. Over een rasp. Die gember eroverheen. En dan je neus. Hè? Want als kok, hoef je, als vrouw, hoef je niet te proeven per se. Het proeven is de laatste handeling. Ik denk van, oh, oké. Okay. Oh, ik rook het al. Nee, is goed. Huh? Misschien een beetje zout erbij. Aan zout kan je niet goed ruiken. Je ruikt het wel. En je... Ah, goed. Los het maar op. Ga maar zelf experimenteren met koken. Homo. Dus met die linzensoep. Wat ik dan lekker vind, dan heb je zo'n arachide dinges. Een veganistische. En dan goede kruiden erin. En dan zou ik de linzen... En die koop je hier gewoon voor 0,0 broekzak. Die linzen erin. Ik zou ze even meebakken. Gewoon lekker laten... Met die uien. En niet te hard, hè. Gewoon zachtjes in de arachideolie. Lekker die linzen. Dan worden ze vet. En tegen de tijd dat je denkt van... Wauwie... Nu wordt het te erg, dan doe je er een kan water bij. Heet water. Dus geen koud. Heet water. Leuk is om te werken met een bouillon. Je koopt hier in de... groentebouillon. Hè? Veganistisch heb ik het over. Een hele grote scheut, een liter of zo. En dan moet je even kijken. Hoeveel linzen je hebt. En hoeveel gasten je hebt. Je kan de linzensoep ook verdunnen. Als je meer gasten hebt dan linzen, ja, meer water erin. En wat ik lekker... Ja, als je een goede, mooie linzensoep maakt, dan verdikt dat. Dan wordt het een smurrie. Dat kost je 3 uur. Daar kan je aardappel bij doen. Je kan die aardappel raspen. Dat mag zelfs met schil en al. Als je die aardappel mooi schoon hebt gemaakt. Ram die aardappel erin.
Ik zou kiezen voor extra heet. Dan weet je tenminste waarvoor je eet. En rijst erbij. En dan doe je... Het is zo geweldig, hè? Eten is de beste vorm van seks, hè? Dat serveer je in kommen en geen bestek. Eten met de handen. En laat die kinderen maar kiezen of ze voor het eten hun handen willen besmetten met schoonmaakmiddel. Of dat ze met ongewassen handen stinkend naar hun eigen lichaam zweet. De boeltje in de mond werk. Dat we dankbaar zijn voor ons bestaan. En dat mama het koken mooi heeft gedaan. En nu, als we het op hebben, naar buiten gaan. Het leven is geweldig. Het is geweldig om naar te kijken. En om in te zien hoe makkelijk het is voor jou om net als Johan Cruijff de bal in de kruising te denderen. Het ligt voor het opgrijpen. Ik zit een beetje te friemelen. Ik ben een beetje een checkje aan het draaien. Ik geloof nog in mijn nicotineverslaving. Wees blij. Kom, we luisteren nog even naar Wolterfeit. En dan gaan we een stukje verder. Gaan we naar... Oh, wacht even. Die vrouw wil ik nog even horen. Mooie stem heeft zij, vind je? You couldn't feed him without tying him, you know, in a sort of putting black. Kan je horen dat zij Afrikaans spreekt? Zij spreekt Engels verstaanbaar. Blankets around him, otherwise he would just push you and scratch and carry on. And there was not a minute that you had peace. I had constantly had to, you know, rock him or push him in a stroller or something. Wow. So we really battled with him for the first one and a half years, I think. And okay. Then it got actually... Is zij eerlijk? Ja of nee? Worse. Oh my, so already a big fight for the 1.5 year and then it got worse, you then say? Then it suddenly got worse. Then one night... Zie je hoe ze haar rechterarm naar haar man doet. Dat is niet gelogen. Dit had je niet kunnen regisseren. It was exactly 2 o'clock because we had a digital clock on our bed. Okay. And I would wake up at 2 o'clock just bathed in sweat. And I'd had this dream that I was being strangled. But it was very realistic. Yes. And I'd sit up in bed and then I'd see this clock and it was 2 o'clock. And then a few seconds later, he would scream in the next room like he was being murdered. And the two of us would jump up out of bed, and pick him up, and he would go into convulsions. Oh, wow. High fever. So it was a very, very, very traumatic. It was very traumatic. And, he got such high fevers. And he would then get fever cramps, and then he'd just go limp. Wow. And so it was
very traumatic, and you know, we used to fun. Hoorde je dit? Moet ik dit vertalen op zijn Nederlands? Of hebben jullie dit verstaan? Het is belangrijk voor ons allemaal om door te gaan. Vrijdood is geen optie. Tenzij je daar een bedoeling mee hebt. Christus Jezus heeft de vrijdood gedaan met een bedoeling. Om ons te helpen. Dat mag. Als jij denkt dat je het beter kan dan Christus Jezus, be my friend. Wij zitten midden in de shitzooi. Is dat erg? Als vragen, is het erg dat we in de shitzooi zitten? Ik denk dat het noodzakelijk is dat we in de shitzooi zitten. Ik ben niet alleen een bijbelgelovende, ik ben ook jezuïtisch gedingest, opgevoed. Het is noodzakelijk. En de allerergste mensen, dat zijn de mensen, dat zijn beesten, die stammen van de apen af. En dat vind ik niet erg. Ik vind apen vind ik prima. Apen mogen van mij in Amsterdam wonen. Wel met een hek eromheen. In de dierentuin. Dat je je kind mee kan nemen en zeg tegen je kind, dit is Boquito. Een of andere gorilla. Veilig achter een hek. Dat wil ik eigenlijk, sorry dat ik eigenlijk zei. Dat wil ik met iedereen die van de apen afstamt en zegt amen, ik stam van de apen af, ik ben een bonono. Mooi zo, achter het hek en zo. Wat kosten jullie een beetje playpapier? Wat linzen ingrediënten voor linzensoep? Je moet wat houtskool hebben om dat water op te warmen. Be happy op Engelsman plaat. Je stamt toch van de apen af? Dus de eerste beste aap is in Artis. Nou, zo blij als een leeuw. Ik wil niet hard overkomen. Ben jij gek? Ik wil dat jullie in slaap vallen. En morgen vroeg gezond gaan uitslapen. Ik wil dat jullie vrij zijn. Dat is mijn enige taak. Dat ik dat wil.
Voor de rest wil ik helemaal niks. En ik kan het weten. Dat dat het enige is wat er te willen valt. Orde uit chaos. Meer niet. Het lijkt me zo leuk voor mij heen gaan. De Armageddon te doen. Al is het maar een repetitie. We gaan niet echt Armageddon doen. We gaan kijken welk plan er werkt. Ik zou graag een treinkaping doen. Niet zo moeilijk hoor. Als je geen Molukkers gebruikt, kan dat. Ja, dan kun je tegen inbrengen. Ja, als we voor een treinkaping afhankelijk zijn van Molukkers, is dat een beperking voor ons plan. Het gaat om de uitvoering. Ik heb niets tegen Molukkers. Helemaal niks. Ik vind het stevige mensen. Ik vind dat die treinkaping beter kan. Is het niet dat ik wil zeuren tegen Molukkers van ja, je hebt die treinkaping toen bij, wat was het? Ik was er toch vlakbij. In Groningen, die lijn van Zwolle naar Groningen. Ja, achteraf is dat. Achteraf is alles makkelijk te bespreken. Ik wil een treinkaping gewoon in het westen. Wat voor een lulkoek. Allemaal een Palestijnen sjaal om. Die kan je achteraf nog gebruiken. Die kan je aan je kind geven. Wat kost een Palestijnse sjaal? Zo'n wit-zwart. En die wijven er ook bij. En pamfletten uitreiken. Zo grappig. Dan leggen we alles plat. Ja, snap je het? Zo simpel is het, hè? Iemand moet een laserprinter hebben. Een goedkoop zwart-wit apparaat. En dan kan je een A4, dat deel je in, dan wordt het een A5. Of een A6. Nou goed, kijk maar eventjes. Hè? In 4 stukjes. Dubbelzijdig geprint. Ja? Een hele stapel heb je. En dan loop je de trein binnen. Je deelt die folders uit. Waarop staat, dit is een treinkaping. Iedereen moet stil blijven zitten. Want anders gaan wij wild. Want wij zijn de Molukkers. Of woorden van gelijke strekking. Een heleboel plat. Rondom, het is zo makkelijk. Hier in Arnhem heb je de grootste lijn, die gaat naar Utrecht. Dus dat is lijn nummer 1.
We gaan niet zoals die Molukkers van Zwolle naar Groningen. Nee. Arnhem-Utrecht, dat is de eerste. En tegelijkertijd, je hebt vanuit Utrecht kan je naar Den Haag en je kan naar Amsterdam. En je hebt nog een boemel. Die boemeltreintjes doen er niet toe. En boven Amsterdam heb je de trein naar het noorden en ook nog de trein naar Haarlem. Alles in één keer plat. Alleen vanwege de Molukkers. Want ik ken die waarheid. En Antillianen mogen meedoen. Tuurlijk, iedereen mag meedoen. Folders uitdelen. En tegen elke treinbewoner, treinreiziger, zeggen: stilzitten, want anders ga je dood. Nou, dan blijven ze stilzitten hoor. Je kan hier in de speelgoedwinkel een namaakpistool, dat kan je wel doen, dat hoeft niet. We leggen de hele boel plat. Ik zou dat graag willen meemaken. Ik wil graag coördineren. Want heel veel mensen hebben geen tijd. Dus dat moet ingepland worden. Dus we beginnen te kapen. Ja, ik zou kiezen voor de middagspits. Het lijkt mij het makkelijkste. Dat niemand meer naar huis kan. Want er is een kaping. Je moet het lef hebben. Om alles stil te leggen. Er is iets terug te halen. Wat is dat nou? Die Molukkers is beloofd. Of ben ik nou te King James Engelsachtig? Die Molukkers is beloofd. Terug. Ik kan er woedend over worden. Mij maakt het niet uit. Ik wil het graag meemaken. Ik zou heel erg graag willen zien dat jullie opstaan. Ja, maar Perry, dus wij zijn die Molukkers iets verschuldigd. Punt 1. Ja. Punt 2. Molukkers, heb je ooit een Molukse vrouw ontmoet? Zo'n sexy ding? Die kan koken? Heb je ooit een Molukse man ontmoet? Met respect voor zijn voorvaderen? Ja. Wij zijn Molukkers iets vergoed. Indonesiërs niet. Molukkers wel. Wij hebben Molukkers voor ons laten vechten. En dat was niet
vanwege mijn voorvaderen Nederland heeft Molukkers laten vechten. Ik vind dat Molukkers daarom recht hebben op Molukkië. Of een staat met een zoiets van een naam. Maakt me niet uit. Recht hebben ze. Het is moeilijk om te verkouwen. Ik vind het. En als jij denkt dat ik geen gelijk heb, nou weet je wat? Ik ga die treinkaping organiseren. En dan leg ik heel Noord- en Zuid-Holland, inclusief de lijnen naar Rotjeknor, plat. Eén grote paniek. Dat jullie gaan denken, oh mijn god, ik ben van alles vergeten. Inderdaad. Ik doe het hoor. Dat is mijn wil. Ja, maar gelukkig ben jij maar Perry Winkel en je woont op de Rodeburgerstraat, nummer 3-3. Dus je internet is ook laatst uitgevallen. Ja, klopt allemaal. Het punt is, dat God dat wil. Je kan op je kop gaan staan in een meer. Voor een kwartier. Je kan op je kop gaan staan in een meer voor een kwartier. Een kwartuur. Doe het. Ik heb gelijk. En wil je mij betwisten, dan kom je maar met feiten. Ik weet dat ik gelijk heb, omdat er nog nooit iemand is geweest die mij betwist heeft, behalve dat hij zei, ja, jij bent een klojo. Karma? Anyone? Ik kan er ook niks aan doen. Het is mijn schuld niet. En ik wil dat er een nieuw Molukkië komt. Het maakt me niet uit waar. Het schijnt dat de Molukkers in Assen een redelijk leuke wijk hebben. La 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 la. En dan krijgen ze immigranten uit Koerdistan. En dat zijn nog de leuke. Ik wil ook dat die Marokkanen, dat weet ik vrij zeker, bij Gouda, Gouda staan we af aan de Marokkanen. Per nu. Per decreet. En laten zij die Marokkanen daar sharia gaan doen. En een hek eromheen. Ja, want hier in West-Gouda, daar wordt geen alcohol gedronken. Mooi zo. Die drink ik wel op. Begrijp je? De autonomie van de mens. Ik heb helemaal geen last van mijn medemensen. Ik heb te luisteren naar mijn medemensen. Wat maakt mij eruit? Het is hard. Dat snap ik. Dat is geen enkel probleem. Dat je te luisteren hebt. Voor
98% is dat wat uit je eigen mond komt. De bagger die je erin hebt gestopt. Dit was een mooie antichristelijke uitspraak. Want ik ben de antichrist. Nice to meet you. Hope you know my game. De laatste waarschuwing ben ik. Jullie zijn dom. Jullie zijn bang zonder reden. Je moet bang zijn met een reden. Jullie zijn bang voor niets. In die zin dat jullie niet... Oh, dat wordt ingewikkeld. Jullie zijn niet bang voor niets. Niets is de naam van God. Niets, niets. Hè? Martin Heidegger heeft dat uitgespeld. Daar moet je bang voor zijn. En de meeste mensen die klampen zich vast. En oh, ik ben bang voor Geert Wilders. Godverdomme. Even voor jullie dan, hè. Oh, die vrouw van Walter Veit heette Sonica. Man, niet Monica. Je dient bang te zijn voor dat waar je bang voor moet zijn. En niet voor Geert Wilders. Nog de paus. Nog, maakt niet uit. Het eerste gebod van Exodus 20. Wees alleen maar bang voor mij. You have no other gods before me. Eén waar wij bang voor moeten zijn. En nu gaan we luisteren naar Walt Veit. And the doctor said, rush him to hospital, I'll meet you there. And so, in the middle of the night, you're rushing through to hospital, you get him there. And they literally had to fight for his life to keep him alive. So he was really on the verge of death. Yes, it was very serious. Wow. And, you know, they said, put him into a cool bath, try to get the temperatures down. Nothing worked, nothing. Really? And then they put him into the hospital, into a cooling tent. They put a tent over the cot, and they blow cool air into it to try and get his temperature down, and put him on a drip, and then he'd recover. He'd recover, he'd go home, be fine for a while. Then at 2 o'clock I'd have the same dream. So this was actually recurring. Repetitive. Bam, at exactly the same time. Man, een herhalende droom. Dit gaat over spiritualiteit. Ik doe dit niet voor de kat met zijn korte achternaam. Oftewel Jan Lul. Ik wil dat jullie mogelijkheden gaan zien. Ik wil dat jullie begrijpen waar het over gaat. En mag je mij uitmaken voor een stom idioot? Oder een volidioot. En ik heb gelijk. Ik kan fietsen. Same 2 o'clock. Same dream. Same thing. Same result. And I mean, once or twice when we got him to the hospital, you know, they already told us, you know, I think you're too late this time. And really? You know, it was very traumatic. But it pulled through every time. Wow. And so, what were you thinking then as a scientist? Mooi, je kan toch echt horen dat Walter Veit Afrikaan spreekt. It's in your head, because I mean, this obviously
doesn't click, right? Well, it wouldn't click to me. Exactly. So, you know, if it happens once or twice, you'll say that this is chance. And I was phobic about 2 o'clock in the morning. Yeah, I can imagine. I was scared. Shirtless. Yes. 2 o'clock in the morning. And we would take turns sitting in the hospital. Kijk eens even hoe zijn vrouw zit. Kijk naar dat beeld. Zij heeft haar armen gekruist. Zij luistert. Haar benen zijn niet gekruist. Die interviewer buigt naar voren. Die wil weten wat het volgende zien, wat de volgende betekenis is. Als je geen respect hebt, pa. Hospital. Yes. Through the night, and it was very hard on us because I have to teach at the university, and sometimes I sit half the night there, and I would work. So I would take my work with to the hospital and sit next to the child, and then if it's her turn, she'll take my place. And one night I was sitting there and I was marking scripts, medical student scripts. Okay, so papers and okay. And I was marking them and I'm always watching the clock, and I'm watching 2 o'clock, you know, and I get apprehensive, and then 2 o'clock, suddenly this child screams like you cannot believe, spot on 2 o'clock, and he immediately goes into convulsions there in his bed. And I rush and I fetch the nurse, and they fetch him and they hold him, and the nurse is shaking so that the baby, huh? Yes, the drip that he had into the arms, they couldn't find the veins later anymore. He was there so often, so they had it. That night was in his head, in this vein. So no room on his arms because they were all blue because of that. Yeah. And so they had to put it in his head. Put it in his head, yeah. And it was stuck there with plaster, of course. Okay. But he's moving so in my arms, and I'm trying to keep him calm, that this thing tore out. Now, there's nothing that bleeds like a head wound. Of course. And so this blood was squirting. Hebben jullie een hoofdwond gehad? Ik wel. Dat bloed als de hel. En nu jullie. Kunnen jullie bloeden als de hel? Het antwoord is ja. Want het antwoord is ja. Het is niet mijn schuld dat het antwoord ja is. Of da. Als je Russisch spreekt, dan zeg je da. Het is de A. De ja of de A. Nog een heel klein stukje. Kijk. Waar zit die vrouw nog? Ik vind haar stem wel erg mooi. Dignified and gentle person. Yes. Okay. And then he asked for water. He gave him some water in a bowl. And he took out some salt. And he made a sign of the cross with the salt. And he said whatever he had to say. Then he took this water, and then he went to every window in the house and every door, and he took some of the water and he made a cross with the water on the doors and on the windows. And when it evaporates, there was this salt stain. So crystals were still shining. Yeah, just vaguely you could see it, because it wasn't a strong solution. And so he would go from room to room doing whatever he did, and then when he came into the child's room, boy,
all blazes broke loose. Some entity grabbed him and started throwing him around the room. So you were seeing him just being shaken everywhere. I thought he was going to die. Really? Yes, I thought he was going to die. So I ran in and I tried to help him. But he wasn't even perturbed. Nope. He was being thrown around and... Mooi stemgebruik, vind je niet? Heel zorgvuldig met zijn taal. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Het is tijd om allang in slaap gegaan te zijn. En luisteren naar professor Dr. Walter Veit. Ik heb genoeg uitgelegd, of niet? Ja? En mijn nek is helemaal heet. I got a hot Mac. Toe, toe, toe. Serieus, hij zit heel erg te blazen. Gaat richting de 60 graden. Ik weet niet of mijn elektronica dat tegen kan. Dus op zijn hamburgers ga ik afsluiten. En zaak hier. Tjus. Een dag lieverds.